Wie is er eerst geboren? Ik moet altijd de spiegel opruimen. Ja. Zijn wij één eigen of twee eigen tweeling? Bent jij niet just Jade? Oh nee. Bijna even groot. Nee, of jij groter? Okay. Ja, bonjour, je suis français. Oui. J'habite en Wallonie. Hallo iedereen en welkom op dit kanaal. Just Jade. Dit is Lauwe. Hallo. Mijn tweelingzus die nog nooit op mijn kanaal is geweest. Nee, spannend. Ja, het is echt wel spannend. Dit is onze eerste video dat we samen opnemen. Dus als je alles over ons weet wil komen, blijf dan zeker kijken. Via mijn Instagram had ik verschillende vragen gesteld. En de eerste vraag is... Wie is er eerst geboren? Ik hem. Yes. Moi, je suis de oudste. 4 minuten maar. Ja. Maar toch, een beetje ouder. Je lijkt gewoon groter, hè? Ik ben de grootste en de oudste. Komen jullie goed met elkaar overeen? Ja. Ja. Ik vind dat wel. Alleen nu toch. Vroeger... Vroeger soms minder. Als kindje wat minder, maar ja. Nu wel. Ja, als kleuter vooral, hè. Ja. De kleuterklas. Ah, ja, dat trekt aan mijn haar. Ja, bitch. Oh, nu is dat. Mag ik niet vloggen? Sorry voor het vloeken. Volgende vraag is... Wat is jullie grootste angst? Amai, dat is heftig. Angst om dood te gaan? Allee, zo om welke manier dood te gaan? Want ik ben bang van vuur. Of ik ben bang van verdrinken. Je bent bang om in een brand om te komen. Of ja. Ah ja, maar van verdrinken, dat snap ik. Want je bent vroeger eens bijna verdronken als kindje. Ja, maar... in zo'n mat. Spinnen bij mij. Oh, spinnen! Ik moet altijd de spinnen opruimen. Ja, ja maar hé, er zit hier super grote, hè. Zo, hè. Ik ben niet bang van spinnen, ook niet van water. Ik weet niet dat je iemand verliest of zo. Ja, ik ben eigenlijk niet zo bang om zo zelf iets voor te hebben of zo, maar eerder dat iemand uit mijn omgeving of van mijn familie iets voor zou hebben. Welke kleur ogen hebben jullie? Bruin! Ja, ik heb zo wat iets groener, maar dat zie je niet op camera. Nu lijkt dat wel hetzelfde. Ja, en we zijn allebei wit als een spookje. Ja, kei witte huid. Halen ze ons door elkaar? Ja. Nu niet meer, hè? Soms. Ik ben vorig jaar of zo nog eens aangesproken als u. Ja. Omdat jij zo bekend bent. Dan, ik was zo naar de voetbal gaan kijken op het dorpsplein. En dan kwam er zo'n kindje naar mij en riep zo, Jade! En jij zo, hè, wat? Ik zo, bent jij niet just Jade? Ik zo, nee. Maar ik ben daar toch mee op de foto geweest? Ja, ik ben daar wel mee op de foto gegaan toen. En op je Musical.ly, oh my god, ja, je hebt toch eens zo een duet met mij gemaakt? Ja, en dan iedereen, oh jullie lijken keihard op elkaar. Ja, dat zijn jullie zussen, maar dan wouden we dat nog niet zeggen. Nee, ik zal die nu laten zien. Oh my god. Casualant. De volgende vraag is, deden jullie soms dezelfde kleren aan of doen jullie nog altijd soms dezelfde kleren aan? Dat zou een beetje raar zijn zo ja, op deze leeftijd. Ja, nu voor een aparte kleerkast. Ja, vroeger als kindje hadden wij zo 1 kleerkast, 2 voor de prijs van 1. Ja, ik was het ook aan het denken. Telepathie. Ja, binnenkort komt er nog een video aan en dan gaan we zo een twin telepathie challenge spannend. Doen. Spannend! Ja. Hebben jullie veel ruzie of zijn jullie echt zoals Lisa en Lena? Nee, maar vroeger vooral. Wel... Als je mijn kleren aandoe zonder te vragen. Of is mijn trui nog in mijn kast of zo? Oepsie. Ik ben vaak kleren kwijt. En heeft ja dus aan. Nee, en andersom ook wel eens. Nee hoor. Maar ik zie je nu bijna niet meer. Hè. Nee. We zien elkaar niet zo heel veel meer. Ja, ah ja, dit komt omdat Lauren veel reist. Zijn wij 1 eigen of 2 eigen tweeling? En ik denk dat het wel te zien is. We zijn 2 eigen. Ja. Zo hard lijken we niet op elkaar. Een beetje, man. Ja, een beetje. Alle twee bleken. Ja, en dikke kaakjes, niet? Als we lachen hebben, zo... Hamsterkaakjes. En spleetogen, hè? Ja, maar dat heb ik echt op foto's. En wie is er groter? Ik weet dat eigenlijk niet. Ja, we zullen testen. Oeh, dat valt keigoed mee. Bijna even groot. Nee, of jij groter? Ben ik groter? Ik weet het niet. Wij zijn echt even groot. Echt? Dat is keigoed. 1,70 meter. Ik ook. Ik ben heel gestructureerd. Ja, ik plan alles heel goed. Ik kan echt niet plannen. En alles is altijd een rommel. Wij leven ook. Ik upload bijvoorbeeld altijd op maandag en donderdag. En daar komt ook een video van ons op. Of die staat er al op. Waarschijnlijk staat die er al op. Ja. Met mij kennende. Dus jullie zullen die dan even moeten gaan zoeken in de link in de beschrijving. Deze video te liken. Ja. En op dit kanaal te abonneren. De rode knop. En dan zeggen we nu... Toedaloo! Toedaloo!
druk op dit bolletje om te abonneren. Dat zou me heel blij maken. En naast het abonneerknopje staat ook een belletje. Daarop kan je klikken en zo ontvang je elke keer een melding als ik upload.